gaan video maken. En ik ben ook wel van plan om wat meer de mail dan normaal er weer bij te doen. Omdat ik heel veel video's heb gemaakt met de Deal with Reverie natuurlijk. Is het nu weer de eer aan de mail dan normaal. Deze. Ja, in feite kan je natuurlijk ook, als je de Deal with Reverie hebt, kan je natuurlijk ook gewoon de Lunemal. Dat kan je ook gewoon doen, weet je wel. Maakt gewoon niet uit. Alleen met de Expelled Lunemal is dit niet, even niet het voorbeeld. Maar in feite kan je natuurlijk met elk deck, behalve met Expanded Lunemal, kan je deze video bekijken. En sowieso, al heb je de Expanded Lunemal, is het toch ook wel handig om deze video te bekijken. Omdat je ja, toch wel heel veel kan leren. Omdat ik de grote legging ga doen. Ja, het, met de Mail Lunemal is het altijd wel vaak zo dat de kaarten niet andersom worden gelegd. Maar ik ken ook mensen. Ik heb er ook interviews over gelezen die dat dus wel doen. En die altijd zeggen van, weet je, zonde dat mensen die alleen de mail helemaal leggen, de kaarten niet andersom leggen. Het thema is dus, in dit geval werk, kan bij jou gewoon iets anders zijn. Hè? Je kan gewoon zeggen, nee, het thema is een relatie, het thema is kinderen, het thema is financiën, nou ja, wat je ook wil. Hè, dat maakt voor natuurlijk niet uit om dit filmpje te bekijken, maar ik hou het even op mijn weglegging. Met de kaarten gewoon zo en niet op zijn kop ook erbij. Nou, dus je concentreert je. Je zegt ik ga het hebben over een werklegging in dit geval. En dan ga je zo de kaarten uitleggen. Ik doe altijd een 9x4 legging. Je kan ook zeggen ik doe een 4x8 legging en daaronder nog eens 4 kaarten. Zo kan je het ook. En dan heb je de kaarten uitgelegd. Nou, wat ga je als eerste doen? Je gaat kijken, waar ligt jouw kaart? Waar ligt jouw kaart? Nou ja, dat is dus deze kaart. Als het een vrouw is, als jij een vrouw bent, een dame. En als jij een heer bent, dan kijk je naar deze. Dat is de heer. En dan ga je kijken, nou ja, welke kaarten liggen er achter je. Ik kijk altijd van, dit is het verleden. Dit is waar ik nu mee bezig ben. En dit is de toekomst. Dit is het verleden, zeg maar, in werk. Dan kan je even kijken welk werk resoneert met je. Kijken van wat is er nu aan de hand. En voor de rest is dit natuurlijk allemaal de toekomst. Maar je gaat ook kijken naar welke kaarten liggen er om jou heen. Daar kom ik ook nog even op terug. We gaan eerst even kijken naar de kaart. Deze kaart. En in welk rijtje ligt je? Nou, je ligt dus in het derde rijtje. Betekent dat er wel, hier ligt de sleutel. Er is wel een oplossing. Dit is, zeg maar, dit is wel groei op de een of andere manier. Alleen zelf zie jij het nog niet zo, want je ligt helemaal beneden onderaan. Dus je hebt een beetje je twijfels over. Ik heb ook wel een beetje twijfels over, ja, over de groei en over de sleutel. Daar heb je best wel twijfels over. En ook van, kan het allemaal iets gaan worden? Dat is best wel stressvol op de een of andere manier voor je. Maar op de een of andere manier, de sleutel die zit dus helemaal hier. Dus het betekent wel dat er een oplossing is of een oplossing aandient. En dat er ook groei is. Alleen zie jij het zelf nog niet zo goed. Hier ligt een soort van afscheid nemen. Die ligt wel helemaal bovenaan, dus die is wel tamelijk belangrijk. Die is wel erg belangrijk, laat ik het zo zeggen. Kan ook te maken hebben met dat er iets is. Ja, want we hebben het nu zeg maar over werk. Dat er iets is met een persoon met wie je werkt. Dat een soort afscheid nemen. Eerst kan een werkgever zijn, iets in die geest. Dat je daar niet meer mee gaat werken. Nou, dit heeft natuurlijk sowieso is 32 altijd te maken met werk, hè, maandje. Dus het heeft altijd te maken met je werk. En dit is wel een werkgever, laat ik het zo zeggen. Die ook wel aardig bovenaan ligt. Dus die zal waarschijnlijk zeggen van, nou, er gaat iets niet door. Hè. Dus er gaat iets, wordt iets gekapt in je leven. En het heeft dus inderdaad met werk te maken, want ja, die werkkaart ligt hier ook.
En dat kan ook te maken hebben, dit is natuurlijk de slang met een dame. Meestal ligt het dan bij mij dame andersom, maar goed, daar werken we nu niet mee. We werken nu alleen maar met de kaart rechtop. En dan kan het ook betekenen een dame, sowieso. Dus het kan ook nog eens een keer met een dame zelf te maken hebben. Maar het kan ook te maken hebben met spiritualiteit. Of dat het juist weer een dame is die je niet goed kan vertrouwen. Zelfs kan het te maken hebben met werk wat zich niet kan ontpoppen. Dus dat je zeg maar als slang niet kan vervellen. Omdat ja, dat gewoon lastig gaat. Nou, dan kijk je natuurlijk naar de kaarten eromheen. Hè, om jou heen. Wat is op dat moment het allerbelangrijkste bij je? Wat gebeurt er? Nou, hè, eigenlijk ben je bang dat de dingen niet goed gaan. De angst dat de dingen verdwijnen voor jou. Dat zie je ook wel hè, in de zijs. Dat kan ook echt te maken met dingen die ook echt gaan verdwijnen voor je wat betreft werk. Nou, stress, dat soort dingen is altijd wel een behoorlijke impact heeft het. Ligt ook boven jou, betekent dat je er zelf ja, niet echt invloed op hebt. Natuurlijk heb je wel invloed op je eigen stress, maar dit soort dingen is natuurlijk altijd wel wat moeilijker. Nou, werk ligt inderdaad toch bij jou op de een of andere manier. Die dame ligt dus echt naast jou. Of zeg maar de spiritualiteit ligt naast jou. Of juist degene die je niet kan vertrouwen. Ligt toch ook het anker lichten. Nou ja, dat betekent wel dat je toch de moed kan houden. Hij ligt wel in het verleden. Dus in het verleden was er een hoop werk. Of in ieder geval meer werk, laat ik het zo zeggen. Maar je kijkt ook altijd naar de kaarten die hier liggen. Nou liggen daar dus geen kaarten, hè? Want je ligt er helemaal onderaan. Dus er liggen geen kaarten. Maar dan mag je de kaarten die dus hier aan het verlengde liggen, dus deze, mag je hier neerleggen. Nou is de tafel even niet toereikend. Maar dat mag je, je kan dus gewoon alles opschuiven. En die mag je ook gewoon hier neerleggen. Nou, wat betekent het? Hè, betekent dat deze er toch ook ligt. Dus dat je denkt van nou, oké. Nou, ik heb even zo gedaan dat je het kan zien. Je legt dus dit zo. Nou, die heeft te maken met communicatie, met dingen die je in je werk waar je mee communiceert. Wat misschien, wat toch wel echt wel ja, in jouw systeem ligt, zeg maar. En de middelste heeft te maken met oplossingen. En deze, ja, dat is wel een ding van, oké, er gaan werkzaamheden verdwijnen op de een of andere manier. En dat is, dat kan wel lastig zijn. Hè, dus je kijkt eigenlijk, dus hier hou je de kaarten vandaan. Als jij helemaal onderop ligt en je kijkt zeg maar altijd naar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaarten die er omheen liggen. Dan mag je altijd de kaarten die helemaal bovenaan zijn, mag je gewoon naar beneden schuiven. Op deze positie. En dan kan je ook altijd kijken. Want het is toch belangrijk dat dit gewoon gevuld gaat worden, zeg maar. Ik leg ze weer even terug. Op hun vertrouwde positie. Oké, nou we zijn er weer. Dus er is wel een ding van stress en dat, ja, dat zie je wel in deze twee kaarten. Maar ook natuurlijk in deze kaart die dan weer hier lag. Dus dit is wel, op het moment gaan de dingen even niet zoals je wil. Dus het is wel een hoop denkwerk van hoe kan ik alles in goede banen leiden. Want je bent eigenlijk niet echt tevreden met hoe het nu allemaal gaat. En je wil heel graag ja, weer daaruit komen. Goed. Nou, je hebt in het verleden wel een begin gemaakt met dingen. Hier zie je dan ook, hè, voor mij is dit altijd een begin. Het kan eigenlijk zijn dat het voor jou een einde is, maar voor mij geeft het altijd een begin aan. Hij ligt best wel bovenaan, dus de sterke kaart. Dus dit zijn bovenaan de kaarten die sterk zijn. En hoe meer je naar beneden gaat, hoe minder sterk de kaart is. Dus dit is de meest zwakkere kaart in die zin. Sterk, het heeft het meeste invloed. Dus deze kaart hebben het meeste invloed. En dit is minder en zo minder. Zo gaat dat. Dus dit is een nieuw begin. Ja, dat kan met een werkrelatie te maken hebben. Op een vriendschappelijke wijze.
En het kan ook zelfs te maken hebben met een vrouw. Of in ieder geval verandering van je werk. Daar kan het ook mee te maken hebben. Het kan met een vrouw staan, maar ook voor verandering in je werk. Nou, dat kan te maken met communicatie. Hè? Dat je op een bepaald moment aan de communicatie doet. Dat ligt ook wel vrij hoog. Dus je bent echt wel bezig met je werk. Hoe dan ook in communicatie. Ja, voor mij betreft geldt het voor mijn chatwerk. En het geldt ook voor, zeg maar, dat ik contact heb met klanten. Waar het altijd over communicatie gaat. Het transcriberen van interviews, wat ik doe. En ook de video's maken. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met communicatie. Dus op alle vlakken ben ik bezig met de communicatie. Nou, dan ga je dus kijken hier. Dat kan ook niet met een vrouw te maken. Maar kan ook te maken met iets wat je aangeboden wordt. Iets wat een cadeautje, iets waar je heel erg blij mee bent in je werk. Hè? Dus, nou, deze staat natuurlijk wel voor angst of voor echt verlies. Dus het in je verleden dat je wel hebt gedacht, oké, bepaalde dingen moet ik lozen. Of het wordt echt van mij afgebroken. En nou ja, dit kan ook wel weer te maken hebben met dat vertrouwen dat je dan niet meer kan hebben in het werk. En dan, je kijkt natuurlijk ook altijd, liggen de zwarte kaarten omheen, liggen de rode kaarten omheen. Ja, in dit geval liggen er en rode kaarten omheen hier, maar ook heel veel zwarte kaarten hier. Hier ook. En dit zijn dan weer, die ligt natuurlijk weer hier. Dat zijn natuurlijk twee rode kaarten en een zwarte kaart. Dus het is een beetje gemengd. Nou, dan ga je kijken naar de toekomst, wat ik al zei, de nabije toekomst. Dat is dus dit. En dan gaat steeds een stukje verder kijken naar de toekomst. Dus dit is het heden, dit is de toekomst, dat is de heel nabije toekomst. En zo ga je steeds een stukje verder. Nou, dan kijk je hier naar de toren. Een nieuw begin, een bedrijf, in ieder geval het heeft met een bedrijf te maken. Ook weer met communicatie of met netwerken op de een of andere manier. Dus je gaat netwerken of je gaat klanten krijgen of er gaat, nou ja, gaat er in ieder geval iets voor je gebeuren. Samenwerking met een man. Deze. Of je, nou, een harte, financiën heeft het ook mee te maken. De vissen heeft ook te maken met financiën. Dus het kan heel goed zijn dat er weer, zeg maar, werk aankomt. En dit kan te maken hebben met een boek. Dat het in jouw geval, ja, iets is dat je een boek, wie weet, een boek zelf gaat maken. Ik weet niet of dat, of je daar inspiraties naar hebt. Of dat je bezig bent met een opleiding, of dat je een nieuwe opleiding gaat doen, of een cursus gaat doen. Het kan ook zijn dat je gaat samenwerken, wat betreft een cursus maken. Nou, dat weet jij natuurlijk als de beste, want jij weet natuurlijk ongeveer wat jouw skills zijn hierin. Nou, dat is op zich wel veelbelovend. Nou, dit heeft ook wel weer te maken met een man. Het kan een andere man zijn natuurlijk. Dan ligt het wel helemaal bovenaan, dus hij heeft wel heel veel invloed. Nou, dit heeft door de wolken, of door de wolken weer de zon zien schijnen. Dit kan ook te maken hebben met een keuze die je gaat doen. Kan ook weer te maken hebben met een vrouw, hè? Want dat is ook gewoon zo. Kan of voor een vrouw staan. Of de keuzes die je gaat maken, die kan ook voor een man staan. Of de keuzes, of dat zeg maar weer de zon gaat schijnen. Kan ook heel goed. Het kan ook een samenwerking zijn met die twee. Ja, het heeft te maken met een contract of iets met een contact. Dat kan ook, maar meestal is het met werkleggingen dat het met een contract te maken heeft. En zelfs nog een man, dus in, in het opwerkgebied. Niet, als het een liefdesrelatie zou zijn, zou het natuurlijk voor je partner staan. Maar ja, dit is hier wel in een soort werkgebied. Dus het kan zelfs te maken hebben, maar de kans is wel wat kleiner. Dat het wel met je partner te maken heeft op werkgebied. In feite, jullie liggen natuurlijk hier. Dus het zou in principe een kleine kans, maar het is een werklegging. Maar in principe zou het kunnen. Dus dit is op zich ook wel een heel goed teken dat je weer, ja. Ja, maar het kan ook zijn dat je na gaat denken of waar je mee verder wil. Ja, dat kan natuurlijk ook.
Nou, dan hebben we dus weer een eindje verder in de toekomst. En je schuift steeds een stukje op verder in de toekomst. En dan heb je de zon, nou, een hele mooie kaart. Dus die echt, ja, zo van, hé, hey, een nieuw begin. Heel sterke kaart. Twee plusjes, dus een super sterke kaart. Nou, hier ook weer te maken met groei. Kan er zelfs ook echt een heel nieuw begin zijn, wat je ook helemaal niet gewend bent. Kan ook zijn dat het gewoon, ja, dat er iets is wat je al hier aan het doen bent, om te knokken, om het goed te krijgen. Dat dat vruchten gaat afwerpen, om het zo maar eens te zeggen. Ja, er komt in ieder geval mooie tijden aan. Dat je ook weer blij bent, ook weer kan lachen en ook weer kan groeien. Ja, geluk, hè? Een klein geluk, maar in ieder geval wel, ja, een geluk. Sowieso een groot geluk, want deze ligt er ook bij. Het kan ook te maken hebben met je hart volgen, dus echt die passie zien. Echt die, hè, wat die klaver ook altijd zegt. Dat is gewoon, ja, een hele blije kaart. Nou, dit kan ook te maken hebben natuurlijk weer met een man, maar ook kan ook te maken hebben met het ZZP zijn, want daar leg ik hem zelf altijd voor. Als het met zelfstandige, kleine, zelfstandige onderneming, zeg maar, dat je dat zelf bent. Dus dat kan er ook mee te maken hebben. Nou, dan ga je weer een stukje verder. Eigenlijk is er dan weer, hè, weer, ik kan weer op een man slaan. Hij ligt wel super hoog. Nou, in ieder geval slaat hij op. Nou, ligt er wel natuurlijk weer een kaart bij. Dat is deze kaart. Dus het is wel dat je denkt, oké, okay, dat is weer wat minder. Het heft elkaar misschien ook wel weer een beetje op. Dit is een pluskaart. Dit is dus een, hè, dus een positieve kaart, maar dit is een gematigd negatieve kaart. Hè? Want er staat dus een minnetje en een plusje. Alleen, omdat deze positief is, kan het zich wel een klein beetje opheffen. Dat er staat altijd mega grote problemen. In dit geval misschien. Of dat de problemen iets minder erg zijn dan dat je eerste instantie denkt. Maar er zullen ook wel dingen moeten worden opgeruimd, laat ik het zo zeggen. Nou, dit heeft te maken met een boodschap. Dat kan te maken hebben met die berg. Dat er gewoon dingen even niet goed zullen gaan. Nou, die ligt het dan wel weer bovenaan. Dus dat is op zich wel. Hè, dat kan ook weer te maken met een man. Hè, dus dat is wel even een dingetje. En dit ligt wel helemaal onderaan. Dus harte wens of wens dat het op een of andere manier even moeizaam gaat. Op de een of andere manier. Wel weer een mega positieve kaart, hè? Want er staat op twee plusjes, alleen hij ligt helemaal onderaan. Dus hij heeft niet zoveel invloed, om het zo maar te zeggen. Nou, dan hebben we de beer. De beer staat ook eigenlijk altijd wel voor werk en voor vooruitgang en voor kracht, dat soort dingen. En een verandering, hè? Dat is natuurlijk, maar heeft ook te maken met geld. Dat kan ook een geldkaart zijn. De muizen liggen er. Dat heeft weer te maken met piekeren en dat soort dingen. En dit is in dit geval natuurlijk gaat het om een werkkaart. Dus heeft dit ook echt te maken met werk. Dus dat is wel zo dat er zeg maar in de toekomst die weer aankomt. Dus dat duurt nog wel even. Maar kan het ook alweer heel goed zijn dat er minder werk zal gaan komen. Het is een voorbeeldwerking, hè? Dat snap je. Dus het heeft niet te maken met dat het voor jou geldt. Maar dit is dus dat het werk wordt minder, er wordt een hoop over gepiekerd. Het kan ook zelfs zo zijn dat het werk helemaal weggaat of dat er gewoon gedeelte weggaat. Nou, dit kan natuurlijk ook weer te maken hebben met een verandering. En deze heeft te maken met, ja, meestal wel met kracht en daadkracht en dat soort dingen. Hij ligt wel hoger, dus het is wel zo. Dat die hoger ligt, in plaats van deze. Kijk, als deze hier bovenaan had gelegen, dan was die qua frequentie, qua sterkte, heftig geweest. Dus het kan ook goed zijn dat er wel iets wordt weggehaald in je werk, maar dat het misschien niet meer zoveel invloed heeft. Of niet zoveel invloed als dat je denkt dat het heeft. Dat is wel een ding. En dan, nou, is het voor nu dit filmpje over een werklegging. En daar wil ik wel een filmpje, zeg maar, nog extra gaan doen. En dat kan wel wat korter zijn dan dit, want als ik nu nog doorga,
met wat ik wil vertellen, dan wordt het filmpje wel heel erg lang. En dat schiet niet zo op. Dus ik ga in het volgende filmpje vertellen over de hoekkaarten. Dus in deze. En sowieso nog wat dingetjes vertellen over optellen en aftrekken. En ook over de verborgen kaart vinden nog even. Om even jullie geheugen zeg maar wat op te frissen. Dat je dat ook heel goed kan gebruiken. Dan gebruik ik wel deze legging voor. Hè? Dus dat je eigenlijk meteen hierna in feite ook kan optellen en aftrekken. Voor, om de verborgen kaart te vinden. Maar ook even om de hoekkaarten te... Want hoekkaarten is ook wel belangrijk om daar dingen over te zeggen. Dus dat ga ik in het volgende video ga ik dit voor jou doen. Nou, ik vond het fijn dat je hebt gekeken. Mochten hier nog vragen zijn, dus echt over ja, hoe leg ik een grote legging en hoe leg ik een grote werklegging. Of zijn er dingen die je zijn opgevallen? Of heb je voor jezelf dat je denkt, oh ja, oké, hoe zit dat met welke kaart? Dus dan hoor ik het graag van je. En tot de volgende keer.